heeft de grootste spierballen? Wie heeft de grootste spierballen? Laat me zien. Breda Nu. Welkom bij de Braderie 2019 in het Schinnenberg. We gaan eens even kijken, omdat ik met mijn technisch inzicht nog een heel mooi bekertje kan plaatsen. Hey mannen, kan deze er nog bij? Oké, touchdown, over. Jullie zien een beetje groen. Ja, het was ook echt heel leuk. Ik was echt doodsbang. Heeft er niemand gespuugd? Nee, gelukkig niet. Heeft er ook niemand in zijn broek geplast? Nee, helemaal niemand. Wie heeft de grootste spierballen? Laat me zien. Jij ook? Nee. Nou, kom op hè. En hoe klinkt dat? Huh? Ja. Wat had je opgehaald? Hoeveel? Weet je uit? Ik dacht de 900 euro, maar dat gaat onder de arm verdeeld worden, onze armen dan, zeg ik. Nee. Proost, hè? Iedere keer als er iets te doen is, kom ik Karen tegen. Hoe kan dat nou dat ik jou overal tegenkom? Ja, je moet zijn waar de mensen zijn, hè? Nou, niks meer aan doen, zou ik zeggen. Let it be. Lekker op je fluitje. Dat bedoel ik. Wat gaan we doen? Een karate kid erop. Ja, hij gaat dat doen. Moet ik ver weg gaan staan? Ja. Heel ver. En kan je hem ook even droog oefenen? Weet u? Ik ga wel even wat verder staan. Hey, succes. Hé, hey, maar wat is nou het budget voor jullie voor de kermis? 30 euro. Oh, 13 euro. Ik heb 15 euro. En heb je nou geld meegekregen? Nee. Nee, zelf betaald. Rachel. 25 euro. Hoezo krijgen jullie dit nou? Ja, ik heb het niet gekregen. Misschien moet je het even aan je ouders vragen. Ja. Mag ik de volgende keer wel geld meekrijgen? Iemand anders ook nog? Ja, ik wil ook wel geld meekrijgen. Ja, meer geld. Hoeveel? We hebben superveel. Hoeveel heb je er nou al? Superveel. Ja? Ja, heel veel. En maar hoeveel heb je er al in gegooid? Hoeveel munten? 200 ongeveer. Zeker. En hoeveel euro is er dan? Even rekenen. Om er nabij. Euro 20, zoiets. Okay. En waar ga je voor? Waar gaan we voor? Superveel. Superveel, allemaal voor een knuffelbeest of zo. Knuffel misschien. De kermis is echt de leukste kermis van heel de wereld. Echt waar? Nee, dat is niet waar, maar hij is wel heel leuk. Wie ga je bekogelen? Niemand. Zeg je? Daar gaan ze straks de bank mee overvallen. Wie? Nou, hun natuurlijk. Ah, wel fijn dat hij het goede voorbeeld geeft. Ja, misschien moet ik het maar gewoon doen. Ah ja, ik heb toch levenslang. Breda Nu.